gonna romp, stomp, romp and stomp tonight. Yeah, howdy. Hi. Oh, wat gaat zo'n journaal toch snel. Elke keer weer. Ik ben helemaal verbaasd. Ja, time flies when you have fun. Ja, en maar ja, dat het nieuws vooral over het Nederlands elftal langzamerhand gaat. Ja, oké, laten we het over muziek hebben. Welcome at the second hour of Rump and Stompin. Ja, totally Sun Records, Memphis Recording Service. Precies. Het 75 jaar bestaan van de Memphis Recording Service. Absoluut. The birthplace of rock and roll. En dat allemaal bij Omroep Zilt. Hey, heb je je tickets al? Ik ben nog aan het sparen. Ben je aan het sparen? Ja, en ik ben nog aan het kijken wat de goedkoopste optie is. Dat weet ik. Met roeibootje. Roeibootje. Dan ga ik vast trainen. Ja, dat is wel goed voor ons. Ja, dat zeker. Ja, absoluut. Ja. Of zeilen natuurlijk, dat kan ook nog. Mm-hmm. Of we maken er een cruise van. Maar dat is weer niet goedkoop. Anyway. En komt hij dan in New Orleans uit? Oh, dat zou wel mooi zijn, hè? Ja, dat zou fantastisch wezen. En dan met de Mississippi Queen de Mississippi op. Doet me gelijk denken aan Schultz Got the Blues. Hé, maar dan kom je met je bootje ook langs Memphis? Nee, dan niet, want dan pak je de Mississippi Queen. En ja, dan ga je omhoog vaart. Maar dat is geen bootje. Ik dacht dat jij met de roeiboot erachteraan ging. Nee, laten we dat niet doen. Maar als je met die Mississippi Queen die Mississippi opvaart, dan kom je dus ook langs Memphis. Langs of door? Je komt er doorheen. Ja, dus niet langs. Nee. Als je taalpurist gaat uithangen, dan kom je er doorheen. Waar je wel langs komt, is natuurlijk de 706 Union in Memphis, Tennessee. Red Such. Bobby Bland krijgen we nu. dat is vrij accuraat samengevat. Toch wel, hè? Dat hebben we zo net het eerste uur natuurlijk ook al verklapt. Maar we gaan vandaag muziek draaien van Bobby Blue Bland en zijn band. Calvin. Eigenlijk heet hij Robert Calvin Brooks.
Ja, precies. En zijn stiefvader die heette Bland. En die naam heeft hij aangenomen. Bland, maar Bland. Ik weet niet hoe dat in het Amerikaans is. In de vertaling in het Nederlands. Bland, is dat kleurtje? Nee, Bland zou je meer vertalen als flauw eigenlijk. Flauw van smaak. Oh, is dat? Ja. Oké, okay. Ja. Maar dat is niet belangrijk. Ach, dat maakt want het deze, niet deze nee, het is vorige week was het 11 jaar geleden dat hij overleed. Ja, en wat is hij groot geworden, hè? Ja. Wat een grote artiest. Zeker. Want, even kijken, de Rock'n'Roll Hall of Fame, die heeft hem beschreven als the second in stature only to B.B. King. En de product of Memphis is Beale Street. Ja. Rolling Stone die heeft hem gerankt op nummer 163 in de 200 beste zangers aller tijden. Is dat echt zo? Ja. Dus dit is niet een kleine meneer. Hij had natuurlijk figuurlijk. Ook een mooie bijnaam. Hè? Want hij had een bijnaam The Lion of the Blues. En Sinatra of the Blues. Kijk. Zullen we beginnen met... Want we gaan niet super, ik ga niet super veel over hem vertellen. Nee. Hij is 83 geworden en hij is een product van Beale Street. Ja, precies. Onze geliefde Memphis. Ja. En, zijn eerste single zijn eerste die hij opnam. Crying All Night Long. En op de B-kant Dry Up A Baby. Werd uitgebracht bij Modern. Wel opgenomen. Ja, precies. Ike Turner heeft hem ontdekt trouwens. Dat moesten we even tussendoor, hè? Ja, dat was even een side note. Maar ja, Ike Turner was natuurlijk ook de scout. En hij reisde het hele zuiden af voor artiesten die eventueel naar Sun Records of Memphis Recording Service konden komen. Dus Crying All Night Long. Oh, baby. Sleep.
can stomp yours out. I said, try her, baby. Try her, baby. Try her, baby. Yeah, try her, baby. You don't love me no more. Let it go! Bobby. Blue. Oh, ik doe even mijn bril even goed dat op. Zit want, niet zo lekker zo. Nee, dat zit niet zo lekker, want nee. Ik heb die koptelefoon half op en ach ja. Ah. Hey, maar dit was dus een van zijn eerste singles. Ja, en, precies. Het werd niet echt een succes of wat dan ook. Nou, ik wil toch nog... Nee, bij Modern niet. Bij Modern niet. Hij heeft nog wel een single opgenomen bij Modern. Ja. En die draaien we zo. Die draaien we zo. Maar wat misschien dan toch nog wel even ter informatie van voor Bobby Bland is dat hij in 1947 kwam met zijn moeder naar Memphis toe. Nou, wat hij verhuisde, zijn moeder. En dat zong hij dan in heel veel gospel groups in de kerk. En een van de belangrijkste was The Miniature Eager. Dat is een mooie gospelgroep natuurlijk, maar ook kwam hij natuurlijk bij de City of the Blues, hè? The Street of the Blues, de Beale Street. De Beale Street is natuurlijk the home of the blues. En daar kwam hij samen met B.B. King, Roscoe Gordon, Little Junior Parker, Johnny Ace. En hoe werd het genoemd? De Beale Streeters. De Beale Streeters. Maar dat is extra informatie. De Beale Streeters. Zullen we die tweede single doen? Ja, lijkt me een goed idee. En wat is die tweede single? Dat is Good Lovin' en de B-kant Drifting from Town to Town.
want to believe is in the end. Fantastisch. De tweede single was dit voor... For Modern. For Modern. En, opgenomen natuurlijk wel bij het Memphis Recording Service. Precies. En je hoorde, als het goed is, ook Ike Turner op de piano. Op de achtergrond. Ja. Maar Modern, die zei van twee singles is leuk, jongen. Maar nee, je doet het hier niet. Het werd hem niet. Dus toen heeft Arpie... Memphis Recording Service heeft doorgeschoven naar Chess. Naar Chess, maar dat werd hem eigenlijk ook niet. Maar dat werd hem eigenlijk ook. Er kwam wel een single uit. Maar daar kwam een single uit. En in samenwerking met een andere sun-artiest, Roscoe Gordon. Gordon. Namen ze... Crying, gebekt met Love... Ik kan het niet goed lezen, sorry. A Letter from a Trench in Korea. Ja, dat heeft uit te staan met de oorlog toen. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Dus... Ja. Yes, I remember.
Eigenlijk. Maar het is, er zit een gospel in en ze zingen alle twee. Ja. Wat? Ik vind die kraakjes ook zo fijn. Nou, die kraakjes, ja, 78 toeren, hè? Ja. Ja, dat is... Ja, dat is wel een verhaal natuurlijk. Ja. Maar deze single, die deed dus ook niet zoveel. Bij Chess. Ja. Behalve dat Duke... Ja, Duke pakte het label Duke... dacht van, hey, dit vinden wij interessant. Absoluut. En, hij komt aan ons toe. En hoe lang heeft hij daar gezeten? Hij is tot 1972 bij Duke gebleven. Dus eigenlijk van 52 tot 72, 20 jaar. Dus eigenlijk zijn grootste hits die maakte, die heeft hij bij Duke opgenomen. Bij Duke allemaal. En de eerste instantie... De opnames bij Memphis Recording Service vandaan, die naar Duke toe gingen, nou, die zijn ook allemaal fantastisch. Love and Blues en IOU, hè? Ja. Thank you.
me, never would leave me alone. Oh, never would leave me alone. Says I love you, love you, Bobby. About to blow. Sometimes I wonder, stand. Nou, wat heerlijk. Lekkere avondmuziek. Wat heerlijk. Echt fantastisch. Fantastisch. IOU. De IOU IOU Blues. Mm-hmm. Mm-hmm. En, zullen we gelijk door? Ja, nou, als we toch in de blues zitten, de Army Blues. Ja, en dit is ook voor Duke Records. En op de, dit is de A-kant en op de B-kant. De fantastische titel No Blow, No, no Show. Thank you.
Southern sound done got me. That is the afternoon. Met een xylofoon erin. Ja. Ja. Voor mensen die niet weten wat een xylofoon is, want het is niet een instrument die veel meer gebruikt wordt. Dat zijn die metalen plaatjes die je met niet met drumstokjes, maar nee, met van die zachte stokjes. Zachte stokjes. Hm. En dan zit er ook nog een vibrato in, maar dat kan dan met de voet. En dat is... We hadden hier in Leeuwarden hadden we hier een held, Jelle Buizing. En Jelle Buizing was een ongelofelijke xylofoonspeler. Helaas leeft hij niet meer. Ja. Ja. Wat krijgen we nu? Ik heb nog twee van Modern, hè? Nou ja, kijk, na dit wat we net hoorden, toen moest hij in dienst. Ja, moest hij in twee dienst. Jaar. Maar er doken nog twee opnames op bij Modern. En toen doken er nog twee opnames. Dus die doen we zeg maar voor zijn diensttijd. En dan, ja, voor zijn diensttijd. Gaan we verder met het lijstje. Deze kwam pas in 2001.
11 kwam hij uit. En die andere met Junior Parker, zo'n collega natuurlijk van Sun Records, Love Me Baby, die kwam pas in 1987 uit. En eigenlijk waren ze wel doorgestuurd naar Modern, maar dat ze nou echt uitgebracht zijn in die tijd, nee dus, nee, want dat was 2011 en 87. Ja. Look out, MT1!
maar Junior Parker, hè? Ja, Bobby Bland. Ja, en weet je, we zijn nu nog maar in 1955 aangekomen. Ja. Deze meneer die gaat dus nog gewoon door met singles maken tot 96, hè? Ja, precies. Dus we hebben, dit is scratching the surface. Maar ja, jaren 60 wordt het erg soul geladen. Ja, de stijl wordt wel anders. Ja, die wordt wel anders. Ja. Wij beperken ons tot jaren. Maar dat vind ik niet. We gaan bij Memphis Recording en bij Sun Records gaan we vandaan. Ja. We gaan nu naar de daadwerkelijke Duke-opnames. De Duke-opnames. En dit is 1955? Ja, klopt. En het is de B-kant. It's My Life, Baby. Op de A-kant staat Time Out. Maar we vonden het leuk om ook nog even een paar B-kantjes. Ja, helemaal te gek. Ja. It's My Life, 1955. Ho! Daar. Dream that you had gone.
okay, but I should have known, baby, you were gone to stay. I woke up screaming, and I'm still in misery. And I'll keep right on screaming till you come back home. Come back home to me. Ja, daar heb ik ook wel eens last van. Screamend wakker worden. Oh, zeker. Oh, ja. Dat is niet best, hè? Nee. Als je dat hebt. Dat is heel prut wakker worden, ja. Hé, hey, al die opnames bij Memphis Recording Service voor Duke... Mm-hmm. Dat is allemaal opgenomen met de Beale Streeters. Ja. En het kan best wezen dat B.B. King nog ergens op de gitaar meespeelt... terwijl hij niet meer bij Sun is. Of bij Memphis Recording Service is. Dat kan best. En volgens mij is dat ook zo. Dat hij nog wel ergens meespeelt. Oh, ongetwijfeld. We gaan naar 56. Yes. Bij de Duke Records. En daar zit Duke al een Records. Beetje Chicago-soundje in, hè? En toch zit Duke in Memphis. Zit Duke in Memphis? In Memphis. Dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Wist ik niet, nu wel. Maar Duke Records is echt een ongenaakbare uitbrenger van rhythm and blues tunes. Terwijl It's My Life toch al naar de Chicago blues neigde. Terwijl het wel lekker in Memphis is. You can put me down, baby. I love you till
Hey Nienke. We zijn er. We zijn er. Oh, we zijn er bijna. Laatste nummer. Ik zet Stormy Monday even zacht op de achtergrond aan. Dat is heel leuk. Want dit is een fantastische cover van de Stormy Monday. Dit is de Stormy Monday Blues, noemen ze dit dan. Maar het is van T-Bone Walker officieel. En die fantastische uitvoering van T-Bone Walker, die draait volgende week. Tot volgende week. Tot over 2 weken voor mij. Romp and Stomp and till next week. Hey, tot de volgende keer. Doeg. Wins his words loud and thirds is also sad. The eagle flies on Friday and Saturday I go out to play.